mensen van YouTubers en welkom bij een History Park. En er is wijs een gebied opengegaan, Golden Century, dus dan is het nu tijd voor de volgende stap. En dat is Phantasia hier achter Land of Odin. Dus we gaan al eens een keer een eerste introductie geven. Door deze poort gaan we via de magische brug naar Phantasia. Ik heb al een klein beetje gewerkt hier. En dit is dus de bouwstijl. Attracties die er komen, heb ik hier al opgeschreven. Met de naam erbij. Wel groter. De Starflyer. Dat is dan deze. Zo'n beetje de, ja, de centrale attractie. Crazy ride, mensen. Een bobcart komt hier. Furious Boost gaat hij noemen. Die komt aan deze kant van het gebied. Dan een Neverending Story Tour. Die komt echt buiten het gezicht. Want er komt nog een gedeelte achter met een heel grote vijver. Waar een watershow op gaat komen. Dus daar gaat die boottocht komen. En dan is er nog een Willy Wonka Chocolate Factory. Dat is de reden dat we de naam Phantasia hebben gekozen voor dit gebied. We wouden graag zo'n Willy Wonka Dark Ride. En dat is niks historisch, het is eerder niet fantasie, dus daarom dachten we Phantasia. Ja, we zien een eigen ingang, een grote poort. Ja. Ook nog een stoomtreinstation, maar ik ben wel op volgende gestoten. Hier een station en hier om de hoek. En terug een station. Dus, 31 meter hoog, amai. Ja. Maar wat ik zeg, is je gaat daar een station en hier om de hoek weer een station. Dus dat kan niet. Dus één station mag niet gebruikt worden. Wel, het zijn er ook al mensen. Ja, deze station van Land of Odin gaat dan niet gebruikt worden. Ja, maar wel een melker. Nee, om de hoek terug een station, dat is veel erop. Terrasje, wc's. En dan is hier ja, de fabriek. Van de trein aan rijden eigenlijk. Ja, het spoor is compleet, dus de trein kan binnen dit een zoveel weken eigenlijk open. Maar hij mag niet stoppen in Phantasia nog niet, hè? Nog niet, nee. Voorlopig laten we het station van Odin staan, dan stopt hij daar en stopt hij hier nog niet. En daarna kunnen we eventueel van bij Land of Odin kunnen we daar een fake station van maken. Kunnen we daar een viking zetten of zo. En dan is dat gewoon een scène waar we passeren. Dat is goed. Dus ja, ik weet niet. Ik ga in ieder geval. Het is gewoon om dingen al te bouwen dat ik deze al heb gebouwd, maar Willy Wonka gaat niet de volgende attractie zijn die ik ga bouwen. Ik denk dat ik eerst ga beginnen met de bobcart. Maar ik vind het wel heel schoon uitzien in de fabriek. Ja, weet je. Het gaat nog een beetje verder door hier. En hier ook. Hier gaat het ook nog een beetje verder door. Maar ik zie dat jij al flink hebt gewerkt, mensen. Ja, en dan komen er nog huizen, gelijk als hier, rond. Er komen ook nog dansende fonteintjes. En dan dacht ik ook nog een vuurwerkshow, maar dat is niet echt van groot belang. Oh mensen, ik ga jullie iets zeggen. 1 augustus opent de treinspoor. 1 augustus, oké, dat is dan ook weer duidelijk. 1 augustus. Moet je wel nog die wagon bouwen. Ja, alles komt in orde, mensen. Dus ja, ook eerst indruk van mijn eigen. Het gebied ziet er al goed uit. Mm-hmm. Ja, hier kan ik de fabriek nog een beetje over het pad laten lopen en langs hier ga je naar het Far West gebied gaan binnenkort. Want vanaf nu, eerst ga je hier vanuit de stoomtrein totaal niks zien, dus ik moet hier misschien een beetje bomen zetten of zoiets, dat je niet naar
het groene wereld kunt kijken. Ik wil een ander woord gebruiken, maar dan gaat hij wel lachen waarschijnlijk. De popcart wordt een elektrische popcart, gelijk als het Toverland. En dus Willy Wonka wordt gaan dark ride, trackless dark ride. Ja. Maar scènes vanuit de film, alleen niet kleiner uitgewerkt, want in de film is er natuurlijk echt een oneindig grote fabriek. Dat kan ik hier echt niet maken. Zijn. Dat zal totaal niet schoon zijn. De wachtrij van de attractie ga ik een beetje bouwen, gelijk als Mouse of Chocola in Fantasialand. En dan krijgt de Willy Wonka nog een voorshow. Dat zal ik wel verklappen wat dat gaat zijn. Dat wordt die eerste scène als die kinderen binnenkomen, zo van die poppenshow van Willy Wonka, Willy Wonka, Willy Wonka, chocolade, deel overal. Dat wordt de voorshow. Alleen, de enige personages die je tijdens de attractie gaat tegenkomen zijn Willy Wonka zelf en de Oompa Loompas, maar niet die kleine kutkinderen. Zoals die dikke die wordt vacuum gezogen in die pijp, die ga je niet zien. Of dat verwend wijf die door die eikorens in de vuilbak wordt gesmeten. Mm. En dan hebben we hier Starflyer. Daar hebben we, die Starflyer wordt een heel aparte plugin, iets dat we nog niet hebben. Die staat ook bij de spawn ergens. Dus deze gaat er heel anders aan toe gaan dan attracties die hier normaal gezien staan. Een echte Starflyer plugin. Mm-hmm. Maar goed, deze was het gebied voor nu. De volgende keer zal het gebied qua gebouwen en zo waarschijnlijk klaar zijn. Zullen de dansende fonteinen al staan? Zal de Bobcart in bouw zijn? We zullen dan een volgende opname maken. Maar voor nu was dit de eerste blik van Fantasia. Dus like als je het al schoon vindt. En dan zien we jullie bij de volgende video. Ciao.